Welkom bij de laatste aflevering van het DFT Beleggingsinstituut. Maar goed, hier hebben we wel een hele duidelijke winnaar. Wat hebben we geleerd en wie is het meest succesvol gebleken in zijn strategie? De afgelopen weken zijn onze 9 kandidaten getraind door coaches André Brouwers en Twan Vos. Nog 1 keer evalueren André en Twan met de kandidaten. André en Twan, probeer je systematisch met je neus op de feiten te drukken. Waar liggen de risico's en waar liggen de rendementen? Niet enkel kijken naar boven, de zaak afschermen, want het kan zomaar weer gebeuren dat er onverwachte dingen in de markt gebeuren. Ik kocht een aandeel en dan hoopte ik maar dat het aandeel bleef zo stijgen. En ik had geen enkele grip erop als het aandeel zou zakken. En dat heb ik nu geleerd. Dat zijn voldoende tools om dat op een goede manier in de hand te houden. En dat is eigenlijk de grote winst van deze opleiding die we gekregen hebben. En ook wat zij tijdens de online seminars doen. Dat zij het risicomanagement heel goed in de gaten houden. Het kan jaren goed gaan. Zelf heb ik dat ook meegemaakt. En dacht ik, nou, ik kan het aardig. En dan ineens gaat die beurs helemaal onderuit. En dan ga je zelf ook behoorlijk. En voordat je dat geld weer terugverdiend hebt. Dus ik zou iedereen eigenlijk willen waarschuwen, houd de zaak goed in de gaten en dek je posities ook af, zowel naar boven als naar beneden. In alle opzichten, je merkt gewoon dat de kennis van André en Twan, allebei, ieder eigenlijk op zijn eigen wijze, heel erg compleet is. En wat je maar vraagt, je krijgt altijd een antwoord en je merkt gewoon dat ervaring, maar ook begrip van wat er allemaal gebeurt op de beurs, dat dat heel belangrijk is. En dat kunnen ze ook heel goed uitleggen. In ieder geval zijn de kandidaten erg lovend over de lessen. Maar hoe kijken Twan en André tegen de kandidaten aan? In eerste instantie hebben we ze geconfronteerd met hun huidige manier van denken. En de consequenties die dat kan hebben. En dan bedoel ik met name hun beleggingsstrategie, die vaak gericht is op stijgende markten en op de lange termijn. We hebben ze geleerd om een structuur op te stellen voor zichzelf. Dus een totale aanpak, een plan. Met ook instrumentenkennis. Dus wat is een optie, wat is een future, hoe kun je in valuta handelen, hoe kun je in grondstof handelen, wat is een sprinter. Risicomanagement, actief risicomanagen, niet alleen maar spreiden en hopen dat het stijgt. Maar ook daadwerkelijk het afdekken van risico's en dat ook betekent dat je dan nog steeds goede rendementen kunt maken. Misschien wel een klein beetje minder rendement, maar daarvan een hele hoop rust eigenlijk terugkrijgt. Ik heb heel veel geleerd. Ik deed al heel veel transacties in opties. Mijn risicomanagement heb ik nu helemaal in kaart gebracht. Nieuwe markten heb ik leren ontdekken. Dus zeg maar echt bij elke belegging die je doet vooraf bepalen van wat is mijn stop loss en wat is zeg maar het moment dat ik ga bekijken wat ik ga doen. Neem ik winst of ga ik mijn positie doorrollen maar dan in een andere positie. Waar ik vroeger veel meer dacht, moet ik mijn geld in aandelen en dan zozeer welke aandelen of welke trackers heb ik nodig en hoeveel moet ik cash houden en dergelijke, ga je nu eigenlijk uit van de configureerbaarheid van beleggen. Je kan eigenlijk het soort risico en reward wat je wilt hebben, kun je configureren met opties en allerlei andere middelen. En dat geeft een veel betere aansluiting bij wat je wilt. Opties, het mooie van opties is eigenlijk dat je met een veel kleinere investering toch mee kan doen op een stijgende rit of een dalende rit en daar over het algemeen een beter rendement uit kan halen. Wil je een x aantal aandelen kopen, dan ben je meteen het hele bedrag, hè, het aantal aandelen maal het bedrag, dat moet je dan investeren. Terwijl de optie meer een premie is, je betaalt een premie waar je op je termijn kan beslissen of je een aandeel wil kopen of verkopen. Maar in de tussentijd doe je wel mee met het stijgen of het dalen van het aandeel, dus dat hefboomeffect waar we het dan over hebben. En dat brengt over het algemeen een hoger rendement op je initiële investering. De kandidaten kennen nu dus veel meer mogelijkheden om te handelen. Ze hebben een strategie met risicoafdekking en kunnen in grote lijnen technische analyse toepassen. Maar welke kandidaat heeft het meeste resultaat geboekt en wie volgde zijn strategie het beste? Kortom, wie wordt de beste belegger van Nederland? Ja, het is natuurlijk heel erg lastig, want je kunt natuurlijk heel flauw zeggen, we hebben 9 winnaars. Maar het is eigenlijk niet flauw, het is eigenlijk wel een beetje waar.
Ik denk dat iedereen die meegeweest is, op zijn of haar manier in staat geweest is om zichzelf te verbeteren. En ik denk dat je dan een winnaar bent, want het is absoluut enorm belangrijk in dit lastige spel dat je jezelf in de spiegel moet kunnen aankijken, kritisch moet zijn naar jezelf, je zwakke punten moet ontdekken en vervolgens met die zwakke punten iets moet doen. En iedereen heeft het op zijn eigen manier gedaan. De een is uiteindelijk succesvoller geworden misschien qua geld, de ander is misschien succesvoller geworden qua mentale ontwikkeling. Maar iedereen heeft het op zijn eigen manier op een fantastische wijze gedaan. Waarbij ik ook meteen de vinger op wil steken en wil waarschuwen. Want ik denk wel dat je bent nu op weg, je hebt een eerste stap gezet. Maar ik denk wel dat het van belang is om de lessen die je tussen aanstekers geleerd hebt, uiteindelijk ook te blijven toepassen. En daar maak ik me nou een heel klein beetje zorgen over. Dat ik denk, gaat dat wel goed straks of vliegen ze niet toch nog een keer uit de bocht? Overal hebben we uiteindelijk één winnaar gekozen en mag jullie verbazen of niet, ons heeft het uiteindelijk in ieder geval niet verbaasd, het is Arna geworden. Ieder voor zich heeft een prestatie geleverd en ook de mensen die zeggen van ik heb nu meer rust, ik heb mijn risico's beter onder controle, ik weet nu wat ik doe niet zomaar meer wat, ik ben niet meer zo impulsief bezig, ik heb het wat meer onder controle. Ja, uiteindelijk zeg ik als je rust creëert dan komt het rendement vanzelf en dat is eigenlijk de grootste prestatie als je dat voor elkaar krijgt. Ik denk omdat ik heb laten zien, ik had een oude tactiek waar ik al wat langer mee werkte, maar ik heb mijn risicomanagement nu heel goed afgedekt. En dat hadden ze verwacht dat ik dat nooit voor elkaar zou krijgen. En dat heb ik nu toch laten zien, dus dat verbaasde de heren toch wel behoorlijk dat ik zei, nou, ik heb het nu voor elkaar, ik weet nu hoe het moet, tussen aanhalingstekens. En ja, het werkt succesvol. Ze was bezig met beleggen, ze schreef vooral opties, maar ze dekte het niet af, dus ze had onbeperkte risico's. Dat heeft ze voor zichzelf aangepast nu, ze dekt die risico's af. We hebben ook geleerd welke opties ze het beste kan selecteren voor het mooiste rendement te maken. Wanneer ze moet ingrijpen, nou, dat heeft ze nu ook toegepast. En uiteindelijk verdient ze nu een prachtig rendement. Volgens mij maakt ze 500 euro gemiddeld per dag. Nou, volgens mij is dat prachtig met een laag risico in die zin. Eigenlijk zijn we allemaal winnaars. Elke belegger heeft kans op succes, mits je een goede strategie volgt. Onthoud goed, beleggen is simpel, maar niet gemakkelijk. Tot de volgende keer.